een beetje onopvallend de eerste helft. En plotseling dat doelpunt. Ja, het was gewoon een goede aanval. Lange bal laten vallen, goed doorspelen en dan een goede voorzet van Joelle. En ik kon hem lekker binnenschieten. Dus het was een goede goal. Gelijk naar rust scoor je inderdaad de tweede doelpunt. Hoe voelt dat? Ja, supergoed natuurlijk. Het is altijd lekker om twee keer te scoren en belangrijk te zijn voor het team. Dus super fijn gevoel. Het is eigenlijk pas je derde wedstrijd in de basis. Mooi. Ja, natuurlijk. Ik heb een hele lange tijd natuurlijk eruit gelegen. En ik ben nu weer langzaam aan het opbouwen. Ik krijg steeds meer minuten. En ik ben gewoon heel blij met de wedstrijden die ik mag spelen. En het gaat steeds beter. Dus ik voel me gewoon goed. Maar je zit nog niet op je oude niveau. Ja, het komt langzaam. Ik denk dat ik daar nog niet zit. Maar dat komt wel weer. We kregen een appje van je vader dat wij van zo'n nieuws varken moesten komen, want dat doet je goed. Ja, blijkbaar wel. Ja, misschien moeten jullie inderdaad vaker komen, dan scoort ook nog eens twee keer. We moeten gewoon elke wedstrijd goed spelen en dan hopelijk staan we aan het einde van de rit samen bovenaan. Maar ja, een kampioenschap zou wel mooi zijn. Ja, tuurlijk, daar gaan we ook gewoon voor. En ik weet zeker, als we zo door blijven gaan, dan komt het helemaal goed.